Laat me je een vraag stellen. Geloof je dat de manier waarop je denkt invloed heeft op je leven? Geloof je echt dat je gedachten invloed hebben op hoe gelukkig je je voelt en hoeveel geld je verdient? Als je ja hebt geantwoord, hoe vaak ben je dan 's ochtends wakker geworden en heb je bewust een toekomst voor jezelf gecreëerd? Waarschijnlijk heb je dat niet gedaan. En de reden daarvoor is dat je niet echt geloofde dat je gedachten tastbare resultaten kunnen opleveren. Als je dat echt zou geloven, zou je dan ooit een dag missen? Zou je ooit een negatieve gedachte onopgemerkt laten? Oppervlakkig gezien weten we allemaal dat gedachten macht hebben. Maar slechts weinigen van ons weten daadwerkelijk hoe ze die macht moeten gebruiken. Daarom ga ik vanzelf een ander boek van Joe Dispenza samenvatten. Doorbreek de gewoonte jezelf te zijn. De auteur zegt dat we meestal overwegen ons leven te veranderen als het echt slecht gaat. We wachten meestal op tot het moment dat we het niet meer aankunnen. We wachten tot een crisis, trauma, verlies, ziekte en tragedie zich voordoen om ons leven opnieuw te bekijken en te besluiten dat het tijd is voor verandering. De vraag is, waarom wachten? Je kunt vandaag al beginnen met veranderen en in deze video leg ik uit hoe. Maar laat me eerst praten over een zeer belangrijk onderwerp, jij en je geest. Alles wat je om je heen ziet is gemaakt van atomen. De auto waarin je rijdt, je telefoon, de stoel waarin je zit, je lichaam en je geest zijn allemaal gemaakt van atomen. En hier is het interessante deel. Het atoom bestaat voor 99,9999% uit energie en voor 0,00001% uit materie. Denk hier eens over na. Al het fysieke in je leven is geen vaste materie. Het is energie. Als alles energie is, dan moet je accepteren dat je geest en je lichaam onafscheidelijk zijn. Ze zijn in wezen hetzelfde. Geest is materie en materie is geest. Dit betekent dat als je je geest verandert, je je leven verandert. Wanneer we iets in ons leven proberen te veranderen, zijn we meestal gericht op fysieke dingen en negeren we de rest. Maar het fysieke deel is slechts 0,00001. De overige 99,99999 is energie. Denk je niet dat we door de energie te negeren een enorm potentieel missen? Het goede nieuws is dat de toegang tot dat potentieel niet ver weg is. We kunnen het bereiken door simpelweg onze geest te gebruiken. Ik weet dat ik nu waarschijnlijk klink als een vervelende hippie die constant praat over meditatie, spiritualiteit en hoe alles om ons heen energie is. Ik haat het om te accepteren, maar die vervelende hippie heeft een punt over energie. In de volgende minuten zal ik uitleggen hoe je die energie kunt aanboren om positieve veranderingen in je leven aan te brengen. Maar eerst moeten we het hebben over drie grote problemen die ervan weerhouden een positievere verandering aan te brengen. Probleem 1. Je lichaam. Beheerst je geest je lichaam of beheerst je lichaam je geest? Velen van ons denken dat onze geest ons leven beheerst, maar het tegendeel is waar. Wanneer we iets nieuws leren, heeft ons verstand de controle. Maar zodra het een gewoonte wordt, neemt ons lichaam de controle over. In het begin is de geest de meester en het lichaam de slaaf. Maar tegen de tijd dat we halverwege ons leven zijn, veranderen de rollen. De geest wordt de slaaf en het lichaam de meester. Ongeveer 95% van wie we zijn als we halverwege ons leven zijn, is een reeks onbewuste programma's die automatisch zijn geworden. Autorijden, tanden poetsen, overeten als we gestrest zijn, ons zorgen maken over onze toekomst, oordelen over onze vrienden, klagen over ons leven, onze ouders de schuld geven, enzovoort. Denk daar eens over na. 5% van de geest is bewust, vechtend tegen de 95%. En als 95% van wie we zijn bestaat uit onwillekeurige programma's, gememoriseerde gedragingen en gebruikelijke emotionele reacties, betekent dit dat we 95% van onze dag onbewust zijn. We lijken alleen maar wakker. Daarom is verandering moeilijk. Je gebruikt 5% tegen 95%. Het is alsof een 3-jarig kind vecht tegen een volwassen man. Hier volgen enkele praktische illustraties van de gewoonte van het lichaam. Heb je ooit geprobeerd een telefoonnummer of de pincode van je telefoon te onthouden,
maar kon je het ondanks vele pogingen niet. Maar zodra je de telefoon opnam, kozen je vingers het nummer. Of ben je ooit de pincode van je pinpas vergeten, maar zodra je de kaart in een geldautomaat stopte, draaiden je vingers gewoon het nummer? Neem bijvoorbeeld een moeder die in een busje haar kinderen naar school brengt. Hoe kan zij door het verkeer rijden, ruzies uitpraten, koffie drinken, schakelen en haar zoontje helpen zijn neus te snuiten? En dat allemaal tegelijkertijd. Net als bij een computerprogramma zijn deze handelingen automatische functies geworden die heel vloeiend en gemakkelijk verlopen. Iemand kan dus bewust gelukkig, gezond of vrij willen zijn, maar de ervaring van 20 jaar leidde het lichaam onbewust geconditioneerd tot een gewoonte. We leven uit gewoonte als we ons niet langer bewust zijn van wat we denken, doen of voelen. We worden onbewust. De grootste gewoonte die we moeten doorbreken is de gewoonte onszelf te zijn. Als het lichaam de geest wordt, gaat onze geest slapen en neemt het lichaam het over. De geest denkt dat hij nog steeds de baas is, maar het lichaam beïnvloedt de beslissingen. Laten we zeggen dat de geest de controle terug wil. Wat denk je dat het lichaam gaat zeggen? Waar was je de afgelopen 10 jaar? Ga maar weer slapen. Ik heb het hier onder controle. Dan zijn we weer terug bij af. Dezelfde gedachten, dezelfde handelingen, maar verwachten dat er iets anders gebeurt in ons leven. Het lichaam is zeer krachtig en heeft veel gereedschap in zijn gereedschapskist om je ervan te weerhouden een positieve verandering tot stand te brengen. Het klinkt vreemd en onlogisch, maar je lichaam wil je eigenlijk ongelukkig houden. Het lichaam haat verandering en daarom begint het lichaam alarmsignalen te sturen zodra je besluit naar de sportschool te gaan of andere positieve veranderingen in je leven aan te brengen. En voor je het weet begin je de gedachten als deze in je hoofd te horen. Je bent vandaag te moe. Je kunt morgen beginnen. Morgen is een betere dag. Echt, je kunt het later doen. Als dit niet werkt, komt er een tweede sluipaanval. Dus het begint je een beetje te pesten. Je mag je nu best een beetje rot voelen. Het is de schuld van je vader. Voel je je niet slecht over wat je in het verleden hebt gedaan? Laten we eens naar je verleden kijken, zodat we weten waarom je zo bent. Kijk naar jezelf. Je bent een puinhoop, een loser. Je bent zielig en zwak. Je leven is een mislukking. Je zult nooit veranderen. Je lijkt te veel op je moeder. Waarom stop je er niet gewoon mee? Als je doorgaat met dit afschuwelijk maken, verleidt het lichaam de geest om terug te keren naar de toestand die het onbewust heeft onthouden. Op een rationeel niveau is dat absurd, maar op een bepaald niveau voelt het goed om je slecht te voelen. De meeste van ons kunnen dit scenario begrijpen. Het is niet anders dan elke gewoonte die we proberen te doorbreken. Of we nu verslaafd zijn aan sigaretten, chocolade, alcohol, winkelen, gokken of nagelbijten. Op het moment dat we stoppen met die gewoonte, ontstaat er chaos tussen lichaam en geest. Sommige mensen geloven dat positief denken het antwoord is om verandering tot stand te brengen. Het spijt me je dit te moeten zeggen, maar positief denken werkt nooit. Veel zogenoemde positieve denkers hebben zich het grootste deel van hun leven negatief gevoeld. Ze verkeerden het grootste deel van hun leven in een gepolariseerde toestand. Ze denken bewust de ene kant op, maar zijn het tegenovergestelde. Als geest en lichaam tegenover elkaar staan, zal verandering nooit plaatsvinden. Lichaam en geest moeten op één lijn zitten. Bijvoorbeeld, hoe vaak heb je geprobeerd iets te creëren, terwijl je in je geest dacht dat het eindresultaat mogelijk was, maar je in je hart voelde dat dat niet zo was? Wat was het resultaat van dat onsamenhangende denken en voelen? Hoe komt het dat er niets gebeurde? Echte verandering vindt plaats als je gedachten en gevoelens op één lijn zitten. En om dat te doen, moet je oude denk- en voelpatronen opnieuw aanleren, gebaseerd op wie je wilt zijn. Probleem 2. Je omgeving. Heb je de film Groundhog Day gezien? Het is een komische film over een man die dezelfde dag steeds opnieuw beleeft. Ondanks al zijn inspanningen wordt hij altijd op dezelfde dag wakker en beleeft dezelfde gebeurtenissen en ziet dezelfde mensen steeds opnieuw. Waarom vertel ik je over deze film? De meeste van ons leven net als de man in de film. In de film probeert hij tenminste steeds een nieuwe dag te beleven. Maar jij vecht niet eens tegen de monotonie van je leven.
Je wordt bijvoorbeeld wakker aan dezelfde kant van het bed, trekt je badjas op dezelfde manier aan als altijd, kijkt in de spiegel om je te herinneren wie je bent en doucht volgens een automatische routine. Daarna verzorg je jezelf zodat je eruit ziet zoals iedereen verwacht dat je eruit ziet en poets je je tanden op je gebruikelijke, gememoriseerde manier. Je drinkt koffie uit je favoriete mok en eet je gebruikelijke ontbijtgranen. Je trekt de jas aan die je altijd draagt en ritst hem onbewust dicht. Vervolgens rijd je automatisch naar je werk langs je gebruikelijke, handige route. Op je werk doe je de vertrouwde dingen die je zo goed uit je hoofd geleerd hebt. Je ziet dezelfde mensen die op dezelfde emotionele knoppen drukken, waardoor je dezelfde gedachten hebt over die mensen, je werk en je leven. Later ga je snel naar huis, zodat je snel kunt eten, zodat je snel naar je favoriete tv-programma kunt kijken. Zodat je snel naar bed kunt gaan, zodat je snel kunt gaan en het allemaal opnieuw kunt doen. Zijn je hersenen die dag veranderd? Het antwoord is nee. Dus waarom verwacht je dan stiekem dat er iets anders in je leven verschijnt, terwijl je elke dag dezelfde gedachten denkt, dezelfde handelingen verricht en dezelfde emoties ervaart? Is dat niet de definitie van krankzinnigheid? Als je omgeving hetzelfde blijft en je reageert door op dezelfde manier te denken, zou je dan volgens het kwantummodel van de werkelijkheid niet meer van hetzelfde moeten creëren? Zie het zo. De input blijft hetzelfde, dus de output moet hetzelfde blijven. Hoe kun je dan ooit iets nieuws creëren? Vertrouwde herinneringen herinneren ons eraan dezelfde ervaringen te herhalen. Elke dag, als je dezelfde mensen ziet, dezelfde dingen doet en naar dezelfde voorwerpen kijkt, herinneren je vertrouwde herinneringen aan je wereld je eraan dezelfde ervaringen te reproduceren. We zouden kunnen zeggen dat de omgeving eigenlijk je geest bestuurt. Als je vertrouwde gedachten en gevoelens blijft herhalen, zul je dezelfde werkelijkheid blijven creëren. Om iets anders te creëren dan waaraan je gewend bent geraakt in je persoonlijke wereld, moet je de manier waarop je elke dag routinematig denkt en voelt veranderen. Anders lijk je op een hamster in een rat. Probleem 3. Tijd. Velen van ons leven met negatieve herinneringen uit het verleden of met de angst voor dingen die in de toekomst zullen gebeuren. Helaas kan je lichaam geen onderscheid maken tussen de negatieve gebeurtenis zelf en de herinnering aan die gebeurtenis. Als je je bijvoorbeeld iets heel negatiefs herinnert, zoals een verhitte ruzie met een collega of met je ouders, gaat je lichaam automatisch symptomen vertonen alsof dezelfde gebeurtenis zich nu opnieuw voordoet. Omdat gebeurtenissen uit het verleden dezelfde chemische reactie teweegbrengen als het oorspronkelijke incident, denkt je lichaam dat het dezelfde gebeurtenis opnieuw beleeft. Elke keer dat we het lichaam uit balans brengen, noemen we dat stress. De stressreactie is hoe het lichaam reageert als het uit balans is. Of we nu een leeuw zien in Serengeti, onze niet zo vriendelijke ex tegen het lijf lopen in de supermarkt, of flippen in het snelwegverkeer omdat we te laat zijn voor een vergadering. We schakelen de stressrespons in. In tegenstelling tot dieren hebben wij de mogelijkheid om die reactie in te schakelen door alleen maar te denken. En die gedachte hoeft niet te gaan over iets in onze huidige omstandigheden. Aan de andere kant kunnen dieren niet zo vaak de stressrespons aanzetten. Dat hert, weer vrolijk grazend, wordt niet in beslag genomen door gedachten over wat er een paar minuten geleden is gebeurd. Laat staan dat een coyote hem 2 maanden geleden achtervolgde. Dit soort herhaalde stress is schadelijk voor ons, want geen enkel organisme is ontworpen om voortdurend onder stress te staan. Als we de stressrespons inschakelen en niet kunnen uitschakelen, stevenen we af op een soort afbraak in het lichaam. Bijvoorbeeld, toen een leeuw je voorouders achtervolgde, deed de stressrespons waarvoor hij was ontworpen hem beschermen tegen zijn omgeving. Maar als je dagenlang stress hebt over je promotie, je te veel concentreert op je presentatie voor het hoger management of je zorgen maakt over je moeder die in het ziekenhuis ligt, creëren deze situaties dezelfde chemische stoffen als wanneer je voortdurend door een leeuw wordt achtervolgd. Je blijft te lang in een noodmodus en een noodmodus heeft veel energie nodig omdat het voelt alsof het een situatie op leven of dood is. Dus gebruikt het alle energie die het kan,
zodat je kunt overleven. Je lichaam stilt deze vitale energie van je immuunsysteem, spijsvertering, onder andere, en stuurt het naar de spieren die je zou kunnen gebruiken om tegen een roofdier te vechten of te vluchten voor gevaar. Maar in jouw situatie werkt dat alleen maar tegen je. Als je het grootste deel van je energie steekt in één of ander probleem in je externe omgeving, blijft er weinig voor je interne omgeving over. Je immuunsysteem, dat je innerlijke wereld bewaakt, kan het gebrek aan energie voor groei en herstel niet bijhouden. Daarom word je ziek, of het nu door een verkoudheid komt of door kanker. Bovendien kan de energie die door stresshormonen worden gegenereerd niet worden gebruikt, wat een enorme druk legt op je hart en andere organen, omdat je de vecht- of vluchtmodus niet kunt uitvoeren zoals de natuur die heeft ontworpen. Je gaat tenslotte niet je collega aanvallen of naar de Bahama's vliegen voor een vakantie naar een stressvolle gebeurtenis. Deze drie problemen die we net besproken hebben, houden je altijd in de overlevingsstand. Voor een positieve verandering moet je in de creatieve modus leven. En wat is die creatieve modus? Nou, heb je ooit gemerkt dat wanneer je echt midden in het creëren van iets nieuws zit, of wanneer je iets doet waar je van houdt, je jezelf vergeet? Je neemt afstand van je bekende wereld. Je vergeet de tijd en al het andere in je omgeving. Dit is een voorbeeld van de creatieve modus. Gelukkig kun je dezelfde creatieve modus bereiken door meditatie. Volgens de auteur is de meditatieve toestand de beste plaats om te beginnen met het construeren van je nieuwe zelf, je nieuwe werkelijkheid. We hebben altijd geloofd dat om iets te laten gebeuren, je er eerst over moet denken, het vervolgens moet doen en het dan moet zijn. Als je bijvoorbeeld weet hoe je een auto moet besturen, dan heb je al het meest elementaire voorbeeld van denken, doen en zijn meegemaakt. In het begin moest je nadenken over elke actie die je ondernam en over al die verkeersregels. Later werd je redelijk bedreven in het rijden. Uiteindelijk werd je chauffeur. Maar wist je dat je ook direct van het denken naar het zijn kunt gaan? Door meditatie kun je van het denken over de ideale zelf die jij wil worden, direct overgaan naar het zijn van die nieuwe zelf. Een eenvoudige manier om het te doen is je leven te analyseren en op te schrijven welke dingen je wil in je nieuwe leven. Bijvoorbeeld, misschien wil je meer zelfvertrouwen hebben, afvallen, een bepaalde hoeveelheid geld verdienen, niet meer verlegen zijn, enzovoort. Schrijf ze dus op, maar alleen opschrijven is niet genoeg. Je moet ook de emoties bij elk van die dingen voelen. Bijvoorbeeld, hoe zou je je echt voelen als je een zelfverzekerd persoon bent? Hoe zou je je kleden als je een zelfverzekerd persoon bent? Hoe zou je lopen en staan? Hoe zou de toon van je stem zijn als je met iemand praat? Enzovoort. Je moet echt goed worden in het voelen van de emoties, alsof je die dingen al in je leven hebt. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom het belangrijk is die emoties te voelen en je niet voor te stellen. Nou, dat is omdat de taal van je lichaam emoties zijn en de taal van je geest gedachten. Je lichaam en geest communiceren altijd door middel van gedachten en emoties. Je denkt aan iets, dan begin je iets te voelen. En op basis van wat je voelt, produceren je hersenen meer soortgelijke gedachten. Het is een soort cirkel die zich blijft herhalen. Nu je hebt opgeschreven wat je wil en hoe ze zouden voelen, moet je ze allemaal doorlopen terwijl je in een diepe meditatieve staat bent. Nogmaals, je beeldt het je niet alleen in. Je voelt de emotie ook echt, zodat je het in je botten kunt voelen. Wanneer de kracht van je gedachten en emoties worden gecombineerd, stuur je een heel sterk signaal naar het universum. Twee dingen wil ik vermelden. Ten eerste, volgens de auteur zijn de mensen die meestal resultaten boeken degene die echt geloven in de kracht van deze tactiek. Ten tweede moet je je nooit zorgen maken over hoe je zult krijgen wat je wil. Je hoeft alleen maar te weten wat je wil en hoe het zou voelen om het te hebben. Laat de rest over aan je onderbewustzijn. Het hoe komt op het minst onverwachte moment en van de minst verwachte plaats. In feite zou de oplossing je moeten verbazen. Je zou verbaasd moeten zijn over hoe het allemaal kon gebeuren. Bedankt voor het kijken.
en ik hoop dat het een nuttige video was.